Kijk, Den Haag. Is Den Haag zich een beetje duurzaam aan het ontwikkelen? Ik denk het wel. Ik denk in elk geval dat daar wel data over is. Over hoeveel zonnepanelen er zijn. Ja, en het aantal oplaadpalen of elektrische auto's. Nou, er zal in ieder geval heel veel gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Oké, let's go. In deze aflevering zoeken we uit hoe data helpen onze stad fijner en leefbaarder te maken voor alle inwoners. Wat is het grote doel als het aankomt op het gebied van duurzaamheid? Ja, de mega-uitdaging van deze generatie om te zorgen dat niet alleen voor ons, maar ook voor mensen elders op de planeet, de aarde goed bewoonbaar blijft. Wat is uw droom als het aankomt op duurzaamheid? Welke dingen gaan wij, kunnen wij, vallen binnen jouw bevoegdheid, kan je concreet in deze periode met deze mensen op deze plek voor elkaar krijgen? Wilt u misschien een concreet voorbeeld noemen van een project waar u echt heel trots op bent? Ja, ik denk eentje die in het begin best wel heftig debat uitlokte, waren de milieuzones. Want vieze lucht zie je niet, je ademt hem wel in. En we hebben een milieuzone ingevoerd voor tweetakts. Die motortjes, die maken zo'n knetterend geluid en als je erachter staat op het fietspad, dan ruik je dat onmiddellijk. In het begin was daar van, ja, waarom moet dat nou, wat een onzin, en het is toch zo leuk. Nu merk je dat ze niet meer op de fietspaden zijn en dat helpt. Nou, de tweede milieuzone is de alleroudste diesels. Die zijn nu niet meer welkom in het centrum van onze stad. En daar wordt de lucht beter van. Is er nog iets specifiek Haags als het aankomt op duurzaamheid? Ja, Den Haag is natuurlijk een stad aan zee. Dus een van de dingen waar we heel trots op zijn is onze strandtenten. Weinig mensen weten dat. Maar wij hebben de duurzaamste strandtenten in Den Haag van onze hele Nederlandse kustlijn. Die krijgen dan een Green Key. Die worden bekeken op duurzaamheid. En wat wij ook hebben is duurzame innovatie aan zee. Dutch Marine Energy Center. Daar zijn zij aan het kijken van hoe krijg je op allerlei manieren energie uit zee. Kan je er drijvende zonnepanelen tussen hebben? Kan je een drijvend turbinesysteem net onder het wateroppervlakte hebben? Kan je iets met eb en vloed? Dus die innovaties en het aantrekken van duurzame bedrijvigheid is ook een van de dingen die in Den Haag onderbelicht is, maar wel heel goed lukt. Qua duurzaamheid heb ik er wel een beeld bij. Maar welke rol data er dan speelt, weet ik niet precies. Jij? Nou, misschien hoe hard het waait? Nee joh, maar misschien wel hoeveel zon er op het dak komt. Dat is natuurlijk handig als je zonnecellen wil plaatsen. Nou, voor al die data zou het super relaxed zijn als dat op één plek te vinden was. Het Open Data Platform is een soort winkel die we als gemeente hebben ingericht, waar je informatie en data kunt vinden en op kunt halen, gratis en voor iedereen beschikbaar. Mooi. En Maaike, jij weet wat meer over wat voor soort mensen dat dan op kan halen? Dus mensen vanuit de gemeente zelf, zoals beleidsmedewerkers, die kunnen bij ons data ophalen. De VVE's, huiseigenaren, huurders, corporaties, bedrijven, iedereen is welkom. En dat verwerken we dan tot bruikbare informatie. Dat doen we aan de hand van workshops. Maar ook mensen uit de stad die bijvoorbeeld een duurzaam initiatief willen starten, die kunnen bij ons terecht, zodat we daar een dashboard of een kaart op maat van maken. Bijvoorbeeld waar ligt de gasleiding en wanneer moet die vervangen worden? En waar ligt de waterleiding en wanneer moet die vervangen worden? Of hoe zit het met schaduw op gebouwen van andere gebouwen? Ook in verband met zonnepanelen. Dat soort data kunnen we visualiseren in een 3D-model. En daar kun je mooie analyses mee maken. Op een datalab kun je dat vinden. Omdat zowel de mensen van de gemeente als uit de stad dezelfde data gebruiken, kun je dus ook echt goed samenwerken bij de overgang naar schone energie. Is dat ook voor mij? Ja, juist voor jou. En we kunnen daarnaast ook helpen met subsidies en producten en ondersteuning bij bijvoorbeeld het verduurzamen van je woning. En voor al die informatie kun je terecht op duurzamestaddenhaag.nl. En waar kan je terecht voor de data? Datalab kun je vinden op www.datalabdenhaag.nl. Super indrukwekkend, hè, die computeranimaties onder de grond. Ja, heel gaaf. Maar allemaal leuk en aardig. Wij moeten nu als een sodemieter naar het Piet Heinplein. Oh, ja, doe. Hey, dat water loopt hier natuurlijk gewoon onderdoor. Ja, volgens mij loopt hier nog veel meer onderdoor. Wat dan? Nou, riool. Telefoon. Leidingen. Elektriciteitsleidingen. Glasvezel. Fundering van het bankje. Waterleiding.
Is er iemand die daarover gaat? Hey, wie ben jij? Ik ben Bart Schoonbrood. Ik ben strategisch informatieadviseur bij de gemeente Den Haag. En wat doe jij? Ik ben samen met een aantal collega's zijn we een programma Digitale Spiegelstad aan het opzetten. En hoe zou je dat omschrijven? Wat is dat precies? De Digitale Spiegelstad is eigenlijk een weergave van de stad in 3D, waarin je de objecten, de werkprocessen van de gemeente bij elkaar brengt. Zodat je de stad in samenhang kunt zien. Oké. En kan je eens vertellen, waar hebben we het dan bijvoorbeeld hier over? We zitten hier. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een bankje waar we op zitten. Maar je hebt een lantaarnpaal, je hebt een boom, je hebt een prullenbak. Maar ook onder de grond heb je natuurlijk kabels en leidingen, riolering, maar ook het water wat hier onderdoor loopt. Ja. Op dit plein gaan we een pilot starten vanuit het programma om te kijken of we de informatie die we hebben bij het ontwerp van dit plein kunnen hergebruiken bij het beheren van de objecten op dit plein. En wat levert dat dan precies op? Zodat de mensen van de gemeente niet twee keer of drie keer naar hetzelfde plein moeten om de informatie nogmaals op te halen. Dus je maakt hergebruik van de informatie in je werkprocessen. Klinkt vooral als iets waar de gemeente vooral baat bij heeft en uiteindelijk daarmee ook de inwoners. Maar heb je ook een droom hoe dit voor inwoners relevant zou kunnen zijn? Nou, wat ik graag zou willen is dat we in de toekomst, dat als je als inwoner naar een bewonersavond gaat, dat je de ruimte in loopt en dan eigenlijk gewoon je wijk kunt zien, om je heen kijkt en ziet wat voor ontwikkeling gaat plaatsvinden in mijn wijk. En het allerliefst dat je dan ook nog kunt schuiven met een aantal objecten, zodat je met elkaar kunt bespreken hoe willen we dit nu in samenhang gaan doen. Ja. Ja, te gek. Ja, dat zou heel mooi zijn. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben de toekomst aan het voorspellen. Oh, wat zie je dan? Ik zie de stad van de toekomst. Met al die data moet dat wel kunnen, dacht ik. Oké, kan dat niet anders? Wij hebben begrepen dat jullie door middel van data de toekomst kunnen voorspellen. Nou, voorspellen is een beetje veel, maar we hebben wel die ambitie om een beetje naar de toekomst te kunnen kijken. Pak bijvoorbeeld zo'n boom die nu hier staat en gaan ook in de toekomst groeien. Als wij zo'n boom kunnen modelleren in 3D en in onze digitale 3D stadsmodel plaatsen, dan kunnen wij niet alleen weten hoe zo'n straat in de toekomst eruit ziet, maar ook wat is de invloed van zo'n boompje van vandaag op de IT-stress, de waterberging, de biodiversiteit en de gezondheid van onze stad in de toekomst. En daar werken wij naartoe. Je kijkt toch wel heel anders naar zo'n stad als je dit allemaal weet.